Helemaal welkom weer in een nieuwe video. Vandaag hebben we, nou ja, niet per se nieuw, ja, een aantal nieuwe producten. Maar ook gewoon producten die we gewoon zelf niet kennen, die er misschien al een tijdje zijn. We hebben iets plantaardigs, we hebben M&M's, we hebben Skittles, we hebben nog een soort snoep, popcorn, chipjes en iets te drinken. Omdat Sonja mijn gast is, mag Sonja kiezen wat ze wil als eerst doen. Oké, Sonja kiest voor de Sour Patch snoepjes. Die heb ik trouwens bij de Normal gekocht. Dus dan weet je dat. Oké, ik heb een paar stukken. Dit is dat, dus moeten we hier openmaken. Oh, daar heb ik kapot zoet. Echt, dit is dus Amerikaans snoep. Nou, het ziet er Pools uit. Het zijn dus watermeloentjes, zal ik aan jullie laten zien. Oh, lekker. Ja, maar niet per se zuur. Wat voor cijfers zou jij het geven? Dus kijk ook naar de verpakking. 5,5. Ja, ik ook. Maar als het zeg maar gaat om wat het zegt, wat het doet, dan geef ik het een 3. Het is niet zuur. Dat is wel een andere voor jou. Oké, dan ga ik iets kiezen. Laten we maar iets. Ja, laten we maar gewoon deze doen. Hangt erna als dit oké te eten is, zelf verder opeten. Dit is trouwens, dit heb ik bij de Albert Heijn gekocht. Plantaardig alternatief voor cheesecake met blauwe bessentopping. En dus vegan dus. Ja, dat dus. Het ziet er op zich wel oké uit. Goed, ja. Er zaten nog 4 andere opties, maar. Ik kan de onderkant open. Ze hadden nog 4 andere opties. Ja, ze hadden 4 opties, maar deze leek me het meest lekker als ik eerlijk ben. Ja, ja, zeg maar, ja, ze hadden ook tiramisu. Oh. Nee, niet lekker. Ze hadden ook tiramisu, chocolademousse en nog een soort cheesecake. Oké. Ik denk dat ik het heel vies ga vinden, aangezien ik de yoghurt, soja-yoghurt van Albert Heijn ook niet kan. Toch geen soja? Ja, soja. Heel apart. Ja, komt door de cookies voor hem. Is lekker. 3. Het is echt iets wat papa zou eten. En dan vind ik cookies voor hem niet zo. Maar ik vond die bovenkant wel niet lekker. Ja, het is wel prima. Alleen die bodem is niet zo. Niet te kalm. Oké, ik ga hem wel opeten zo. Ik heb maar eens meer kiezen. Maar, hé, hey, eerst kijken. Ik heb al gezegd. Dat is wel wat voor zijn vraagstuk voor jou? 3. Ik geef het, Of 3,5. Nee, 3. Zo. Ik geef het denk ik een 6. Wauw. Mag jij kiezen? Maar ik ben dol op vegan toetjes, dus op zich. Deze? Ik ga wel even de datum checken, want dat heb ik ook bij de Normal gevoegd. En het is een beetje dom dat ik niet pas de datum ga checken, maar... Ik ben heel goed hoor, als de datum niet goed is. Hoeveel kan er hier zitten in? Ligt eraan. Oh. Ik zeg maar ja, maar niet uit. We gaan even... For one survey. Ja, dat is voor, dit is voor 1 persoon, maar ja, ik snap er waarom ze dat zeggen. Maar goed, dit is popcorn met tomaat en chili smaak. Het ruikt wel lekker. Ja, op zich wel. Nog even wachten met eten, ik wil hier zo. Het ziet er wel heel apart uit. Wacht, kijk eens. Cheers. Ik ga op zich mijn ketchup op een popcorn. Een beetje, ja, chili. Chili saus. Weet je, chili nasmaak. Mmm. Zeg best eten. Ik ga hem nog een keer kopen, maar wel. Maar ik zou het best wel nog een keer kopen.
6. Ik krijg er 7. Ik wil nog gaan kiezen. Oké, okay, laten we iets zoets doen. En ja, laten we dat maar doen. Ja, maar kies. Deze. Mag ik dit? Dat is niet zoet. Mag ik hem ook maken? Ja, wel enigszins zoet. Is ook van de normal house. En ik ga even kijken wat de datum is, want ik wil hem gewoon eten. En gewoon. We hebben wel worst. Oké, laat maar. Pak maar. Maar een paar. Wil je een keertje? Nee. Wat een zuur. Beetje. Licht zuur. Nee, je hebt nog minder smaak dan die normale. Dit is zuurder dan die. Ik heb echt wel zuur hoor. En mijn bek trekt samen, god. En ik kan echt wel tegen zure snoep, maar oh mijn god. Het is niet goed hoor. Lekker. Ja, dat is wel lekker, maar oh. Ik ga eens een 6,5. Waarom doe je lekker zo laag? Nou, omdat het niet zuur is. Crazy sours. Nou, dat is niet crazy sour. Nou, ik vond het wel zuur. Oké, ik geef het een 8. Nu mag jij weer kiezen. We hebben nog 3 producten. Wat wil ik doen? Ja. Is de week gekocht bij de Acetion. Nog even een hapje van deze. Om het even allemaal weg te spoelen. Ja, dat daarmee spoelt echt niet goed weg hoor. Oké. Dus trouwens, ik heb het helemaal niet gezegd. Sparkling Iced Tea Lemon. Waarschijnlijk maakt het gewoon een hartstikke keer. Sorry, maar ja. Die bodem is gewoon echt niet lekker. Dat maakt hem zo vies. Hier, kijk. Je moet dus even alleen dit proeven. Nee. Ja, wel proef. Dat smaakt echt veel beter. Echt naar die ratter die uit die etel drinkt. Nou ja, zo ruikt het ook. Nou, eerste slok. Maar dan is het nog minder bijzonder. Oh ja, het smaakt echt naar... En dan een beetje, ja, dan gewoon Arizona. Wat zit eigenlijk allemaal in? Mag ik eens zien? Oké, okay, maar naarmate ik hem verder aan het eten ben, vind ik hem toch niet zo lekker. Ik kom terug op mijn cijfer. Wat gaf ik het ook alweer? 6, 8. En dan geef ik het denk ik nu een 4. Ik ga het denk ik weg onderen. Nou, doe maar straks niet hier. Ook niet heel bijzonder. Ik geef dit een 5,5. Wel omdat het wel oké is. Ik geef het een 6. Oké. Okay. Laten we deze als laatste doen. Dit vind ik het meest bijzonder of zo. Wat ook nog eens. Ja, oké. Okay. Dit heb je al gewoon in de supermarkt van groot formaat, maar ik heb het nog nooit gegeten. Dus toen dacht ik, nou, laten we deze proberen. Dit is Kettle Chips Honey Barbecue. Ik mag het lekker is eigenlijk. Stiekem. Lekker. Oeh, het is echt wel lekker. Ja, zo ziet de zak er van binnen uit. Oh, zit niet. Oh. Wat cheers. Cheers. Smaak echt naar koppig zonder smaak. Smaak echt naar die ene die ik een keer van papa heb gehad. Een kerstpakket. En gewoon een poepoep. Nou, proef geen honing in barbecue. Nee. Maar hij wint wel voor mij. Hm? Hij wint wel voor mij. Maar nee. Hij is wel lekker. Kan wel opeten. Ja, maar jongen, dat ik hem proef heb. Nee, je mag wel een paar. Ik is deze. Maar hij heeft cijfer. Oh, 8. 7. 7,5. Dus laatst heb ik deze. Trouwens, volgens mij komt alles bij de normen vandaan, behalve dat blikje. En dan dat toetje, die heb ik bij de appie gekocht. Nou, deze M&M's, karamel, die doe ik dus bij de normen vandaan. Dus... Ik ben heel benieuwd of het anders maakt. Ik wacht dat de karamel uitkomt. Oh, dat zou wel heel lekker zijn. Ik ben echt M&M's verslaafd. Ze hadden er ook eentje met pindakaas in, maar dacht ik, nou nee. Cheers. Wel, bij geen. Mmm! Even één oog. Wil jij een oog wijten voor hun om te laten zien? Ja. En dat wat jou zei. Ik weet je naar Tiff. Oh.
Ja. Prachtig. Echt lekker. Mmm. Lekker. Wat jij hebt, is het toch wel raar? Ja. Is het nog in mijn tas? Ik mag gewoon een slokje. Ja hoor. Wat zou je even geven? Leuk in. Oh. Oh, deze ga ik een 9. Deze wint. Met die. Nou, de chips wint voor mij nog steeds. Dus ik geef de M&M's een 7. Wat vond je nou echt het minst lekker? Die. Dat toetje, ja, mee eens. Goed, het scheelt dat ze nu in 99 cent waren, anders had ik ze niet meegenomen. Laat even weten of we jullie vaker dit soort video's zien, dan gaan we dat gewoon doen. Dan gaan we gewoon steeds 5 voor de halen die ons interessant lijkt. En dan gaan we het samen testen. Toch? Maar ik kan nog ook nee. Ik heb Joris met een andere. De volgende keer doen we misschien chocolademousse of zo. Zeg maar zo. Dan ga ik volgende keer ook die Vera mix kopen. Oh, nee, dat vind ik wel zuur. Dat zei ik toch? Ja. Nou, dat... Nee, dank je. Dat was de video. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je deze video leuk vond, doe eventjes een blauw duimpje omhoog. Abonneer zeker op mijn kanaal. Daar mij heel erg mee helpen als het helemaal gratis. Volg me op social media, staat in de beschrijving. En laat natuurlijk een leuke reactie in de comments. Laat weten of jullie dit vaker willen zien. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!